everything you've got. Taking a break from all your worries, sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Wat vind je bijvoorbeeld van die kerel die daar bij de miljoenenjacht, met Dylan aan de Mol, per ongeluk slaat? Per ongeluk, hè? En dus de notaris die zegt van, klaar, het is niet anders. Maar gaat met 150.000 euro naar huis, terwijl er 5 miljoen hadden kunnen zijn. Ja, had. Ja, dat kan ja had, had. Ja, maar goed, maar, als ja. ik een staatslot heb ja. en ik koop een staatslot met een 7 en ik krijg per ongeluk een 6 en het valt er niet op, moet ik dan ook een actie beginnen. Ja. Aan de andere kant is het wel zo natuurlijk dat die notaris, die zegt stop, maar dat is de enige die weet. Die weet wat er in zit. Dat in die koffer die 5 miljoen ja, zit. Dat hetzelfde geld had die 1 eurocent in zijn koffertje, hè? Dus het is eigenlijk gewoon onzin. Het is gewoon onzin. Het is een beetje krom, bedoel jij? Ja. Ik vind het wel. En is die notaris, is die man dan ook inderdaad onafhankelijk? Ja. Als je weet wat erin zit. Ja, ik, luister eens, hij kwam er niks binnen. Hij ging met 125 mil naar buiten. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, jongens, gezondheid. Proost. Proost. Nu Giro 555. Wij Brabanders hebben het minste gegeven van alle provincies. Ja, vind ik gek. We zijn het armst. Als ik hier ben geweest, als ik hier ben geweest, heb ik geen geld meer. Rust daar geen vloek op dat Giro 555. Ja, er blijft ontzettend veel in de strijkstok hangen. Ja, dat zegt iedereen, maar dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Daar geloof ik geloof er niks van. Denk, dan kan je net zo goed zeggen van, dat geeft helemaal niks ja. meer aan niemand en noem maar op. Maar ja, maar dat is hetzelfde als bij Alpe d'Huez en zo, weet je niet. Jeroen, dat is altijd. Ja, ja. Maar ja, die bedragen die zijn nooit meer gehaald. Maar ik vind als er 28 miljoen opgehaald wordt, dan zeggen ze misschien wel het is minder, maar ik vind het nogal een bedrag. Ja, er zijn dagen bij dat ik het niet in de kassa heb. Nee, dat bedoel ik. Er zijn al die dagen dat ik niet geweest ben, dat snap ik. Ja. Nee, maar het is logisch dat die mensen wel geholpen moeten worden natuurlijk. Dat vind ik dus ook. Maar is het dan bijvoorbeeld een regelrecht drama? Het schijnt een crisis te zijn bij PSV. Denk gewoon aan de spelers. Ja, maar wacht even. Kijk, pak die Toivonen, daar had ik al lang gezegd, als iemand al een miljoen per jaar verdient en hij wil zijn werk gewoon niet doen, want ik vind het gewoon werk, ja, dan moeten ze zeggen, hé jongen, vertrek maar mooi. Want in het bedrijfsleven krijg je ook ontslag. Ja. Als je niet presteert, dan moeten ze bij voetballers ook doen. Ja, ja. Maar dit is gewoon niet normaal wat er bij PSV gebeurt. Ja. Dat kan niet. Vind jij, als ze nou het zondag verliezen van Feyenoord, hè? Ja, we moeten het over PSV hebben, maar ze moeten dus naar Feyenoord toe. Dan gaat er gewoon wat gebeuren. Ja. Dat kan gewoon weg niet, want daar staan ze 8 over 9 dus geloof ik. Al zou het slecht blijven gaan met PSV, hè? Ja. Kijk, weet je wat ze dan naartoe kunnen? Dan kunnen ze hier mooi naar de Jubilee League. En dan krijgen we volgend jaar weer een mooie streek bij de derby. Willem II, PSV. Kijk. Nou. Jongens, op het voetbal. NAC wordt kampioen. NAC wordt kampioen. Op NAC. Op NAC. Wat zei je nou? Op PSV. NAC. NAC, CB. I know it.